Een belangrijke stap voor de Blankenburgverbinding. De eerste tunnelelementen worden deze vrijdag met militaire precisie op hun plek gelegd. Een bijzonder moment wat zorgt voor een voldaan gevoel. Ja, heel trots natuurlijk. Dit is een moment waar je naartoe leeft. Je bent al zo lang bezig met de bouw van die Maasdelta-tunnel en dat dan nu het eerste tunnelelement op zijn plek gelegd wordt. Ja, dat is echt een heel mooi moment. Meneer, u komt helemaal uit Den Haag om hierbij te zijn. Waarom? Nou, ik vind het geweldig dat wij Nederlanders dit soort dingen kunnen. En deze tunnel is toch iets heel bijzonders. We hebben een tunnel gebouwd, Maasdelta-tunnel. De twee delen in het land die zijn al gemaakt. Maar er komen nu nog twee tunneldelen komen aan en die moeten afgezonken worden in de bodem van het scheur, zodat we daarmee het laatste stukje van het scheur overbruggen, zodat de auto's van de noord naar de zuidkant en andersom kunnen rijden. Het is aan de ene kant spannend, want ja, het is best een technisch uitdagende klus om dit voor elkaar te krijgen. En aan de andere kant ja, leef je er naartoe en vind je het leuk en is het uitdagend en ben je daar trots op dat je er zover bent gekomen. Het is iets historisch natuurlijk dat we dit, ik zeg we, maar dat ze dit kunnen. En dat vind ik wel leuk als je daarbij bent geweest en dan ook de reacties van mensen daarop en dat er later op teruggekeken wordt. En dan denk ik van ja, daar ben ik mooi bij geweest. Ja, op dit moment ligt het element op zijn positie. Het drijft nog wel. Het ligt ongeveer 10 meter van de plek af waar die straks afgezonken moet worden. En dan gaan we rond een uur of 5, 6 vanavond, gaat die langzaam onder water en gaan ze hem exact op de bodem, op zijn tegels, precies op de goede plek leggen. Nou, het kost ook heel veel werk om dat te maken en om dat zo laat af te zinken. Dus dat is er best speciaal aan. Er werd gezegd dat het tot om vijf uur zou afzinken. En daarnet sprak ik met iemand van Rijkswaterstaat dat het misschien wel eerder komt. Dus ik ga nog even wachten om te kijken tot dat laatste stukje wat we daar zien, dat dat onder water is. En dan denk ik van wat er onder water gebeurt, dat kan ik toch niet zien. Dus dan ga ik ook weer weg. Dus ik blijf niet tot 8 uur.